Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Madelon Vos en doorgaans spreek ik je in Madelon Praat iedere week bij over het laatste nieuws omtrent cryptocurrencies, over macro-economie en daarnaast spreek ik iedere week over technische analyse. Maar deze week wil ik het eventjes totaal anders gaan doen. Er is namelijk ontzettend veel gebeurd deze week. Er was heel veel nieuws, er waren heel veel meningen, er waren heel veel verschillende koersbewegingen en eigenlijk is een half uurtje te kort om je compleet bij te kletsen. Maar het lijkt me leuk om deze week de belangrijkste tweets van de week er even bij te pakken. Om je een beeld te geven van het sentiment, van de chaos en natuurlijk ook de verklaringen. Want je bent waarschijnlijk op deze video gekomen voor maar één ding. En dat is: waarom steeg de koers van Bitcoin zo hard? En wat gaat er nu gebeuren? Nou, dat zal ik je allemaal vertellen. Maar eerst om je eventjes een korte recap te geven van wat er nou precies gebeurde afgelopen weekend. En waarom die koers van Bitcoin nou ineens zo fors omhoog ging. Want laten we wel stellen, dit was een enorme stijging. Eerst even terug de afgelopen week, want voor die koersstijging aan gebeurde er veel meer. Even een korte recap. Pomp die plaatste een tweet op Twitter en dat was gisteren afgelopen zaterdag. En hierin deed hij zijn recap van de afgelopen week te kennen. En hij gaf hierbij aan dat hij onder andere het belangrijkste vond dat Mark Zuckerberg in een hearing zat. Mark Zuckerberg werd gehoord over Facebook en dat ging niet helemaal zoals verwacht. Er was namelijk behoorlijk wat commotie. Hij wist een aantal vragen niet goed te beantwoorden. En dat is ook duidelijk te zien als je zijn video terugkijkt. Maar goed, onder andere zegt Pomp ook dat Bakkt, de volumes op Bakkt heel erg interessant waren. We zagen natuurlijk een Bitcoin-stijging. Bitcoin is nog niet doodverklaard. En er was nog één heel belangrijk ding. En dat was natuurlijk dat China aangaf al in op blockchain te gaan. En ze komen met een nieuwe wetgeving. Die komt in 2020 van kracht. Maar goed, dat was dus de tweet van Pomp. En Pomp is vaak in de nieuwsmedia te zien. Hij is ontzettend scherp, ontzettend goed. Dus als je hem nog niet op Twitter volgt, doe dat dan vooral. There's always been an argument that Bitcoin is a good sort of hedge against global turmoil, against central banks, etc. It seems to be coming to fruition right now. So how much longer is this going to last? Yeah, institutions have spent decades looking for non-correlated assets they can use as a diversification of their portfolio. We've been banging the drum for over a year now saying that this is a non-correlated asymmetric asset. If you look at times of global instability, like in May, where we're kind of lobbying tariff threats and the trade wars are raging on, Bitcoin's up 55%. It's got a negative correlation. So it was negative 0.9 to S&P, negative 0.8 to gold. And I think that we're going to continue to see that play out where there's people around the world that are electing to put their wealth into something that is controlled by software and cannot be manipulated by a single country or politician. Goed, dat was even een korte recap van afgelopen week door de ogen van Pomp. Eerst even terug naar donderdag. Donderdag was Willem Middelkoop bij ons de gast in de podcast. En ik vertelde je er vorige week al over. Toen liet ik ook zijn boek zien. En vorige week vertelde ik je daar uitgebreid over. En ik heb behoorlijk wat vragen gekregen trouwens over zijn boeken. Mocht je nou geïnteresseerd zijn in boeken die economisch of cryptocurrency gerelateerd zijn, die belangrijk zijn om te lezen, ik zet altijd onder iedere video mijn leestips. Dus check die dan vooral ook even. Dit is niet gesponsord of wat dan ook. Je kan de boeken gewoon aanschaffen als je daar zin in hebt. Maar het is belangrijk om je gewoon goed in te lezen. En Willem's boeken helpen daarbij gewoon op weg. Je kan overigens zijn Engelse versie gewoon vinden op zijn website. Die is gewoon compleet gratis. Hoef je niks voor te betalen. Dus doe dat dan ook vooral. Lees je goed in. Dat wilde ik eigenlijk even zeggen. Maar Willem was dus bij ons in de podcast. En eigenlijk kwamen we op een bepaald onderwerp. In de podcast bespreken we altijd nieuwtjes. En ik noemde wat nieuws. En Willem had eigenlijk hetzelfde nieuwtje. En hij had een prachtig verhaal over dat het helemaal misgaat. En dat is iets wat ik natuurlijk bijna iedere week vertel. Ik vertel iedere week over hoe het gaat met de inflatie, over de negatieve rente, et cetera, et cetera. En ik krijg ook heel vaak commentaar van mensen die zeggen: ja, maar Madelon, je vertelt iedere keer hetzelfde. En dat komt omdat ik het heel lastig vind om een bepaalde mening te geven over iets wat gebeurt. Ik zie het, ik constateer het en op basis daarvan reageer ik. Maar een mening heb ik niet zozeer. Als in bepaalde dingen vind ik vervelend, maar daar reageer ik dan op. En Willem zei gelijk, het eerste wat hij zei was: er is een crisis in het hart van het financieel systeem. En eigenlijk had ik die eventjes niet zien aankomen. Want hoezo, er is een crisis in het hart van het financiële systeem? Ja, we weten dat het niet goed gaat, maar
we merken daar nog niks van. Als in, het moet nog alle kanten uitvloeien. Er is ergens iets geknapt, maar dat moet nu gaan rollen. Maar Willem zegt, nee, er is echt een grote crisis gaande, maar dat zien wij niet. En dat kun je zien aan het volgende. En hij legde compleet uit hoe we dat precies konden zien. Mocht je nou geïnteresseerd zijn in meer nieuws hierover, check dan even de podcast. Ook geen sponsor, maar is gewoon echt een super, super goede podcast. De vorige keer dat Willem bij ons de gast was, was het de op 3 na best beluisterde uitzending van het afgelopen jaar. Dus deze wordt ook vast weer heel goed. Maar het was in ieder geval een top podcast. Goed, genoeg gesponsord. Nu even terug naar wat hij dus zei. Hij zei, er is een crisis in het hart van het financieel systeem. En heel simpel gezegd heeft dat te maken met de repo rate. En daar heb ik jullie al eerder over verteld. Een aflevering of 3 geleden. Ik zal hem hierboven eventjes vastpinnen. En de repo rate is de overnight rate, dus het bedrag wat een bank moet betalen om overnight geld te lenen. En heel simpel gezegd heeft een bank soms 's nachts geld nodig omdat ze posities moeten sluiten, omdat ze bepaalde producten moeten kopen of verkopen. En daar hebben ze soms geld voor nodig. En doorgaans lenen ze dat tegen een percentage die gelijk ligt aan de rente, Amerikaanse staatsrente. Dat zou ongeveer 2,25% moeten zijn. Maar 3 weken geleden of 4 weken geleden constateerde ik dat hij ineens 10% was. Dus er ging iets falikant mis. Hoe komt die rente ineens op 10%? En banken die kunnen dat dan niet betalen, die 10%. En op het moment dat een bank liquiditeitsproblemen krijgt, kun je wel nadenken wat er dan gaat gebeuren. Dat is een crisis in het hart van het systeem. Dus een crisis op Wall Street. Het kloppende hart van de wereld, zo zou je het kunnen noemen. En hij zei, hier moest op ingegrepen worden. Dat heb ik jullie ook verteld. De Fed die drukte geld bij. En dat was niet zo'n beetje ook. Dat was maar liefst 120 miljard. En dat was in, dacht ik, 2 dagen tijd dat de Fed dat bijprintte. En toen kwam ik toevallig bij een tweet van Dennis Binnenkade terecht. Dennis Parker heet hij op Twitter. En hij tweette het volgende. Hij geeft dus aan in deze tweet dat de hoeveelheid die geld die de Fed de afgelopen week heeft bijgeprint gelijk staat aan, u raadt het bijna niet, het totale bedrag wat er momenteel in Bitcoin zit, in de Bitcoinmarkt zit. Dus dat betekent dat zij met 1 druk op de knop zoveel geld bijprinten als de totale market cap van Bitcoin. Kun je het je indenken? Maar goed, het geld is nodig, want als het geld er niet is, valt er een bank om. En daarmee verwijs ik graag naar China. De laatste keer dat daar de repo rate zo erg omviel, kwamen er talloze banken in problemen. We hebben het toevallig nadat de Fed de eerste keer ingreep op de repo rate gezien bij de Royal Bank of India, waarbij ze behoorlijke problemen kregen. En nu, dit is eigenlijk gewoon een vorm van QE, dus quantitative easing. Dat noemt men het bijdrukken van geld, het opkopen van obligatie. Het is maar net hoe je het wil zien. Wat er dus eigenlijk gebeurt, is de Fed, een private instelling, drukt geld bij, verdeelt dat onder private instellingen, bijvoorbeeld centrale banken, of bijvoorbeeld banken, moet ik zeggen. En die banken, die kunnen daardoor weer geld in de economie pompen en daardoor gaat het niet mis. Maar wat daarnaast gebeurt, is dat de Fed staatsobligaties opkoopt en daarmee financieren ze weer Trump. En Trump, die kan daarvoor zorgen dat die een minder strak beleid voert, et cetera, et cetera. Goed, genoeg hierover gezegd. In ieder geval, Dennis die geeft duidelijk aan, dit is niet oké. Er wordt zoveel geld bijgedrukt. En vroeg of laat ga je dat voelen in de vorm van inflatie. Dat kan een stijgende inflatie zijn, maar dat kan ook een hyperinflatie zijn. Nu wil ik niet zeggen dat we hetzelfde gaan zien als wat we in Argentinië bijvoorbeeld gezien hebben. Dat is tot op heden nog niet het geval. Maar inflatie gaat toenemen. Dus je gaat het merken in je portemonnee. Je gaat zien dat de producten duurder worden, dat auto's duurder worden, dat huizen duurder worden, dat aandelen duurder worden. Alles wordt duurder zolang er geld bijgeprint wordt. Stopt men met het bijprinten van geld, dan is er een groot probleem. Ik herhaal, dan is er een groot probleem. Oké? Dus dat is allemaal helder. Hoe konden we zien dat de Fed geld aan het bijprinten was? Dat konden we dus zien op die balance sheet van de Fed die Dennis in zijn tweet liet zien. Houd die balance sheet in de gaten. Op basis daarvan kunnen we een inschatting maken van hoe de economie ervoor staat.
Nou goed, Willem zijn komst naar de podcast zette hem eigenlijk enorm aan het denken. Hij zei dus, er is al een crisis, ook al voelen we het nog niet. Ja, we wisten het ook wel een beetje. Die rente gaat steeds lager. Toevallig heeft de ABN AMRO de rente naar 0,1% verlaagd. Het zal niet lang duren voordat de rente naar 0% gaat. En misschien gaan we volgend jaar zomer wel een negatieve rente tegemoet zien. Eerst eventjes terug naar Willem. Want het zette me zo erg aan het denken wat hij zei. En afgelopen week kwam ik helemaal in een creatieve sfeer. Want ik had een idee. En het idee luidt als volgt. Laat ik eens kijken naar hoe Bitcoin, zilver en goud zich tot elkaar verhouden op zowel de korte als de lange termijn. En wat viel mij op? Goud en Bitcoin zijn op de lange termijn bijna identiek. De grafieken daarvan. En de grafiek van Bitcoin en zilver zijn op de korte termijn bijna identiek. En daar heb ik ook een tweetje over geplaatst. Het viel me op dat deze grafieken ontzettend op elkaar lijken. Er is bijna geen enkele grafiek mee te vergelijken. Als we kijken naar alle altcoins niet. Als we kijken naar aandelen niet. Als we naar indices kijken niet. Dit is een kenmerk van een store of value. Een product wat in prijs blijft groeien. En wat daarna even afzwakt als de economie weer een beetje toeneemt. En daarna weer een stap omhoog maakt. De vraag is dus nu, hoe hoog gaat die stap omhoog zijn? Maar eigenlijk zien we dat alle stores of values, dus alle grondstoffen, dus ook Bitcoin, uit die bodemformatie breken. Dan moet ik daar wel even iets bij zeggen, want Bitcoin is natuurlijk niet alleen een store value. Bitcoin is veel meer. Op het moment dat de nood aan de man is, kun je je geld verplaatsen. Het is wereldwijd. Je kan heel lastig met 100 kilo goud over de grens, maar met 100 bitcoins gaat het een stuk makkelijker. Het ziet er dus behoorlijk positief uit voor alle grondstoffen, waaronder Bitcoin. En ook Plan B die beaamt dat. Ten opzichte van de altcoins kon ik niet echt verbanden vinden. En eigenlijk zegt Plan B in deze tweet precies hetzelfde. Hij geeft hier aan dat hij vindt dat de altcoin-bitcoin ratio, zoals ze dat noemen, nu op een hoog punt staat. En dat is ook eigenlijk zo. Sinds januari 2018 is de hoeveelheid bitcoins ten opzichte van de hoeveelheid altcoins in de portefeuille niet zo hoog geweest. Dus dat is ontzettend positief. Dus de laatste keer dat mensen nog veel speculeerden op altcoins was in eind 2017. En dat was natuurlijk de grote altcoin rally. Dus eigenlijk hartstikke interessant wat hier nu gebeurt. En de vraag is ook, zet deze trend zich nu voort of blijven we hier een beetje hangen? Maar goed, er is natuurlijk maar één ding waarvoor je hier bent gekomen in deze video. En dat is de koers. Wat de hel gebeurde er in vredesnaam met de koers afgelopen week? En ik was net al even een beeld aan het schetsen aan de hand van die tweet van Pompliano. We hadden dus woensdag 23e waarop Mark Zuckerberg werd gehoord tijdens de hearing. En dat ging er niet zo heel erg lekker aan toe. Today we're here to examine the impact of Facebook on the financial services and housing sectors. Facebook's plans to create a digital currency, Libra, and a digital wallet, Calibra, raised many concerns relating to privacy, trading risk, discrimination, opportunities for diverse-owned financial firms, national security, monetary policy, and the stability of the global financial system. And in order for us to make decisions about Libra, I think we need to kind of dig into your past behavior and Facebook's past behavior with respect to our democracy. You announced recently that the official policy of Facebook now allows politicians to pay to spread disinformation in 2020 elections and in the future. So I just want to know how far I can push this in the next year. Under your policy, you know, using census data as well, could I pay to target predominantly black zip codes and advertise them the incorrect election date? No, Congresswoman, you couldn't. We have, even for these policies around the newsworthiness of content that politicians say and the general principle that I believe that... But you said you're not going to fact check my ads. We have, if anyone, including a politician, is saying things that can cause, that is calling for violence or could risk imminent physical harm or voter or census suppression, mm-hmm. when we roll out the census suppression policy, we will take that content down. So you will, there is some threshold where you will fact check political advertisements. Is that what you're telling me? Well,
Congresswoman, yes, for specific things like that, where there's imminent risk of harm. Could I run ads targeting Republicans in primaries saying that they voted for the Green New Deal? Sorry, can you repeat that? Would I be able to run advertisements on Facebook targeting Republicans in primaries saying that they voted for the Green New Deal? I mean, if you're not fact-checking political advertisements, I'm just trying to understand the bounds here. What's fair Congresswoman, game? Congresswoman, I don't know the answer to that off the top of my head. I think so probably, you don't know if I'll be able to do that? I think probably. Do you see a potential problem here with a complete lack of fact-checking on political advertisements? Well, Congresswoman, I think lying is bad, and I think if you were to run an ad that had a lie, that would be bad. That's different from it being, for in our position, the right thing to do to prevent your constituents or people in an election from seeing that you had lied. So you won't take down lies or you will take down lies? I think it's just a pretty simple yes or no. Congresswoman, I'm not talking about spin. I'm talking about actual disinformation. Yes, in most cases, in a democracy, okay. I believe that people should be able to see for themselves what politicians that they may or may not vote for so are saying. So you won't take them their down. Character for themselves. So you won't take, you may flag that it's wrong, but you won't take it down. Congresswoman, it depends on the context that it shows up. Organic post, ads, the treatment. Zagen dat Mark stotterde, dat het niet duidelijk was, dat hij, ja, je ziet aan zijn gezichtsuitdrukking wel, hij weet niet zo goed wat hij moet zeggen. Goed, dat was dus Mark. En op basis daarvan kwamen er allerlei berichten in het nieuws dat de koers van Bitcoin die daarop daalde te maken had met Zuckerberg. En we zagen het op CNBC, op Bloomberg. Allemaal hadden ze hun mening klaarstaan. Niet veel later kwam er naar buiten dat Bakkt, het futures platform Bakkt, met fysiek gebackte bitcoins als onderliggende waarde, een hoger all-time high had gezet. Het volume liep over de 1000 stuks heen, volgens mij zelfs 1200 stuks als ik me niet vergis. En daarmee was een nieuwe all-time high gezet. Alsnog vertegenwoordigt één contract maar één bitcoin, dus het totale bedrag was te verwaarlozen ten opzichte van de rest van de bitcoinmarkt. Maar alsnog wel interessant. Wat ik jullie ook aangegeven heb, hè, ik verwacht in het begin vrij weinig van Bakkt. Want ze willen de toezichthouders niet onnodig bezorgd maken. Die toezichthouders hebben heel duidelijk gezegd, we willen geen manipulatie. En dat doen ze dus ook niet voor niks. Bakkt die gaat mijn inziens heel rustig het volume laten oplopen. Steeds meer toetreders. En misschien gaan we vanaf januari er pas echt wat van merken. Dus Bakkt, leuk dat er hoge volumes waren, maar alsnog niet heel erg boeiend. Dan even door naar het andere futures platform, de CME. Want de futures van de CME, de futures contracten, die liepen precies af op dat moment. Dus dat was een hele vreemde samenloop van omstandigheden. We hadden die futures en die futures die doen altijd wat. Altijd als die contracten aflopen, het zijn termijncontracten, dus op een bepaald moment lopen die af. Dan vindt er een settlement plaats, dat gebeurt in deze in cash. En op de een of andere manier hebben die toch een bepaalde, ja, manipulatieve werking op de koers. Er is ook wel naar buiten gekomen dat er partijen zijn die door middel van de futures de markt proberen te beïnvloeden. En het zou me niet verbazen als dat voor een groot deel ermee te maken heeft gehad. Daarnaast kwam op hetzelfde moment dat de Bitcoin-koers steeg, kwam naar buiten dat China al inging op blockchain. Wat nogal interessant was, want het had geen ene drol te maken met cryptocurrencies of met crypto's of met Bitcoin. Maar goed, ze gingen al in op blockchain en iedereen dacht, het is China, het zijn de Chinezen. Wat me wel opviel was dat er veel volume uit China kwam overigens. Maar dat kunnen ook gewoon Europese of Amerikaanse handelaren zijn. Dat zegt in principe niet zo heel veel. Wel was het zo dat er op BitMEX heel veel posities in een short squeeze terechtkwamen, waardoor je dus een dubbel op effect had. We hadden dus en Bakkt en de CME en China en heel veel posities die in de knel kwamen. En wat je daardoor eigenlijk zag was dat er behoorlijk wat pressure richting de markt kwam en ineens schoot de markt omhoog. Wat ik me in kan denken is dat er behoorlijk wat partijen manipulatief bezig zijn geweest. We hebben het gezien op Binance, of althans er zijn mensen die suggereren dat het plaatsgevonden heeft. Ik kan dat natuurlijk niet hard maken, maar het is een vreemde samenloop van omstandigheden. Wat ook duidelijk moet zijn is dat er geen
dat ik deze niet zag aankomen. Er is namelijk geen patroon doorbroken. We zien heel duidelijk deze beweging plaatsvinden, maar echt een driehoekspatroon of een vlek waar die uitbrak, dat is niet gebeurd. En we zien nu dus dat die koers op een bepaald niveau botst, waarvan ik denk, het is erop of het is eronder. Het is in ieder geval ontzettend spannend en er is eindelijk weer wat gebeurd waar ik wel best wel blij mee ben, als ik heel eerlijk ben. En nu is de vraag, gaan we nu verder opwaarts of is dit waar we de komende periode tot aan december blijven hangen? Want wat ik ook al zei, dit was ongeveer het niveau waar we tegenaan konden botsen. Dat heb ik al een aantal keren aangegeven. De bovenkant van die witte trendlijn, pas als we daar opwaarts uitbreken met een hoog volume, dan pas is het positief en kunnen we richting de 10k. Maar vooralsnog mis ik dat hoge volume een beetje. Maar goed, ik ga het je laten zien aan de hand van TradingView. En ik denk dat het ook even leuk is als we de grafiek van goud en van zilver er even bij pakken. Er is nog één ding wat ik met je moet bespreken voordat we naar de technische analyse gaan. En dat gaat over mijn Instagram account. Ik heb sinds een halfjaartje ongeveer een actief Instagram account. En ik ga dinsdag een hele leuke giveaway doen. Dus ben je benieuwd naar de giveaway? Zorg dan dat je mij volgt op Instagram. Dinsdag zie je meer, dan plaats ik een post. Zet dan je notificaties aan. Dan krijg je gelijk een melding als de post voor je klaar staat. En dan kan je gelijk meedoen met deze giveaway. Dus zorg even dat je je meldingen aanzet. En daarnaast is er nog iets anders leuks. Maar daar ga ik je volgende week meer over vertellen. Want ik ben super excited daarover. Maar ik moet me nog even stilhouden. Dus dat komt volgende week. En dan hoop ik je natuurlijk alvast volgende week weer te zien. Vergeet niet je duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal. En dan gaan we nu snel naar de technische analyse. Doei doei!
Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet om je duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet om te abonneren op mijn kanaal. Dat kan hier als je dat nog niet hebt gedaan. En als je dan op het belletje klikt, dan krijg je een notificatie als er volgende week weer een video voor je klaar staat. En volgende week wil je echt niet missen, want ik ga iets super vets onthullen waar ik echt heel erg lang op heb gewacht. Dus dat wordt ontzettend leuk. En mocht je nou overmorgen mee willen doen met de giveaway, zorg dan dat je mijn Instagram kanaal volgt. En als je dan op het notificatie dingetje klikt op Instagram, krijg je een notificatie als er een nieuwe post van mij online is. En dan kun je gelijk meedoen met de winactie. Ik hoop je natuurlijk volgende week weer te zien bij een nieuwe video. En ik wens je een heel fijne week. Tot volgende week. Doei doei!